Goedemiddag traders, dit is de marktanalyse van donderdag 1 november. Het is nu bijna 3:30 en wij gaan vlog nummer 2 van deze week bekijken. Zoals gezegd, de vlog neemt het even over van de blog, omdat ik met de vlog die we dan 2 of 3 keer per week gaan volgen, dat ik daar wat actueel op de markt kan inspelen. En dan laat ik ook wat meer intraday charts zien. Intraday, dat wil zeggen charts zeg maar op 4 uur basis, 2 uur basis. Dus geen 5 minuten charts, maar de iets langere intraday charts. We beginnen met de Dow. Links zien we de dag en rechts zien we, zet ik even in, de 12 uur chart. Daar kom ik zo nog even op. De situatie hier. 11 oktober was de meest recente dagcyclusbodem. Nou, de vraag is dus, deze low hier, wat is dat? Nou, laten we allereerst eens even onderzoeken. Rechts zie je de 12 uur grafiek. De Dow is de Dow Future, die loopt in principe 24 uur door op 5 dagen in de week. Dus je kunt een dag onderverdelen in 2 candles van elk 12 uur. 12 uur zijn 720 minuten. Dus hier zien we elke candle 27 minuten. Met andere woorden, 2 candles maken 1 dag. Dus ligt het voor de hand dat je dat een afgesloten dagcyclus van gemiddeld 15 tot 25 bars, dat dat dus 2 hele cycles zijn in de 12 uur grafiek, oftewel de 720 minuten grafiek. Nou, we zien hier het begin, die low, dat is dus ook de dag van 11 oktober. Hier zien we de eerste cyclus in die 12 uur grafiek. Dat zijn dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 bars. Je ziet ook daarna 14. Dat was de kerststreek op. En hier zien we in principe de tweede cycle. Nou, en dat is dus hier, zeg maar, tussen aanhalingstekens het rare. Deze cycle is 2, 4, 6, 8, 9, 10 bars. Nou zou je zeggen, oké, dit is de 10e bar hier, waar die pijl is. Dus dat is de mid-cycle low. Dat zou kunnen, maar dat betekent dan het volgende. Je ziet waar die 27 staat. Dat is dus de bodem van die 27 cycle, dus eigenlijk is dat de mid-cycle low van de dag. Aangezien deze cycle op 1, 2, 3 bars al wordt gebroken, is deze cycle uitermate bearish en dat impliceert dat deze high hier, waar ik die pijl nu trek, hier, even de goede pijl pakken hier, dat deze high hier, dat die dan gezet is. Nou, wat zien we nu echter? Dat we een behoorlijk herstel krijgen vanaf die low van zeg maar 1000 punten. En dat we al aardig tegen die high aankomen. Kortom, deze beweging omhoog, hoewel nog steeds correctief van aard in deze downtrend, is toch wel relatief sterk als je het vergelijkt met de normale zwakte van deze cyclus. Dus het bearish plaatje is nog intact. Deze high mag normaliter dus niet gebroken worden. Wordt die gebroken, dan kun je eigenlijk zeker zijn dat deze bodem hier niet de mid-cycle low is van deze cycle, maar echt een hele andere cyclusbodem. En ik had jullie vorige keer al verteld, normaal gesproken zie je dus afgeronde cyclusbodems, behalve als een grotere cyclusbodem wordt gezet. Dan zie je wel eens, af en toe, dat een cyclusbodem niet 15 tot 25 bars duurt, maar 10, 12 bars. Dus dat is een soort halve cyclus die erin wordt gestopt. En dat zou dus dit heel goed kunnen zijn. En dat zien we dus ook in de dag. Want ook in de dag noteert dan 2, 4, 6, 8, 10, 12 bars. Is dus eigenlijk te kort. Maar dat hadden we al gezien. Zullen we eens even teruggaan hier. Dit zou dus zelfs de weekbodem kunnen zijn. Kortom, ik denk dat de kansen vrij reëel zijn dat de weekbodem van de Dow, en dus ook waarschijnlijk van de Nasdaq en de S&P, dat die gezet is. Nou, dat betekent dus, als dat waar is, dat er in potentie
nog wat herstelruimte zit. Nou, wat voor scenario's heb je dan? Ik zou zeggen, nou weet je wat, die hele uptrend die kan worden hervat. Maar dat denk ik niet, want laten we even een uitstapje maken naar de maandgrafiek. Kijk eens hier waar we in de maand staan. In de maand zie je toch wel behoorlijke dubbele top. We zien een eerste sell-off, we zien daarna een poging om die top hier te evenaren. Eigenlijk faalt die, want we zien een falende uitbraak. We zien een behoorlijke sell-off en wat je daar normaal gesproken op een bepaald moment ziet, zeker na zo'n lange bullmarkt, die ook nog eens gepaard gaat hier met negatieve divergenties. Je ziet dat de indicator dus die hogere top niet bevestigt. Is dat eigenlijk dan in herstel in die rode bar, dat die op een bepaald moment faalt en dat je daarna toch lagere lows gaat zien. Dus ik ga er toch van uit dat wij na een herstelpoging, die misschien een week of twee, drie, vier kan duren, dat wij daar toch nieuwe lows gaan zetten en dat we uiteindelijk ergens op die lange banden terechtkomen, hier misschien, en wie weet zelfs om dit uitbraakpunt, rond die 18.000. Maar goed, dat is nog een beetje vergezocht, maar ik ga er in principe vanuit dat deze top niet wordt overtroffen. Nou, even terug hier dus naar die week. Dat zou dus betekenen dat als dit inderdaad hier de weekbodem is, hier, dit hier, dat een herstel plaatsvindt en dat het herstel dus faalt om hier die 27.000 echt te doorbreken. Dat we dus ergens, waar zouden we naartoe kunnen? Vaak zie je dus een herstel halverwege. Dus als we hier zeg maar dat hier pakken, dan heb je die zone van 45, 50%, 60%. Dat je mogelijk ergens in deze zone hier terechtkomt en dat je daar dan een lager top zet die dan wordt gevolgd door een nieuwe impulsbeweging naar beneden. Dat is in principe nu mijn scenario voor de komende tijd, hè, voor de wat langere termijn. Nou, even dus terug nu naar de kortere termijn, want op korte termijn hebben wij dus, zoals het er nu naar uitziet, wat opwaarts potentieel. Nogmaals, het is nog niet 100% bevestigd, maar ik ga ervan uit dat deze bodem toch de weekbodem is. De kansen zijn vrij reëel, denk ik. Wat willen we dan eigenlijk nu zien in de lagere timeframes? In de lagere timeframes willen we dan natuurlijk zien dat deze beweging omhoog, zeg maar van 24.000 tot op dit moment 25.200, dat dit dus feitelijk een eerste impulsbeweging omhoog is. Nou, en een eerste impulsbeweging omhoog betekent dus dat de kracht naar boven gaat en dat correcties beperkt blijven. Dus dat correcties dus dat dalingen dus een ander karakter hebben dan dalingen die we hier zagen. Kijk, deze dalingen die we hier zien, die zijn duidelijk impulsief, die leiden tot lagere lows. Maar als dit inderdaad een eerste beweging omhoog is, dan willen we dus feitelijk dat een daling, die hierop volgt, dat die dus A, geen lagere lows maakt en dat die anders van karakter is. Dat er bijvoorbeeld overlappende bars zijn, bars met een lange tail. Dus een beetje rommelig karakter, maar zeker geen impulsief karakter. Nou, als we even naar de onderverdeling gaan, dus we gaan naar de 3-uur charts, want 1 12 uur chart bestaat weer uit 2 6 uur cycles en die weer uit 2 3 uur cycles. Kijk, wat je hier dus ziet is eigenlijk nu een eerste duidelijke bullish cyclus op 3 uur basis. Hè, dus dit is elke bar is 3 uur. En je ziet deze cycle hier, die is dus duidelijk bullish. Die is heel anders van aard dan al die cycles hiervoor. En dat geeft ook al voer om eens na te denken, ja, is dit inderdaad een impulsbeweging omhoog, omdat die cycle dus heel duidelijk bullish is en daarvoor zagen we allemaal bearish cycles. Nou, als dit dus de weekcyclusbodem is en deze beweging omhoog is een impuls, zoals gezegd, dan willen we dus niet zien dat de koers nu dit gaat doen. Dus dit hier, dit willen we nu niet zien. We willen dus niet zien dat die koers nu heel hard, zeg maar richting
de 24.500 of nog lager gaat. Wij willen dus nu zien dat er tussen aanhalingstekens een ordelijke correctie plaatsvindt. Dus zeg maar overlappende bars, geen duidelijk grote rode bars, een beetje rommelig karakter. En waar zou dan zeg maar die correctie, die eerste hogere bodem, waarna we een nieuwe beweging omhoog krijgen, waar zou die dan terecht kunnen komen? Wel nu, idealiter ergens zeg maar in deze zone. En dus wat we eigenlijk nu willen zien, is dat we vanaf dit niveau, als de Dow inderdaad wat corrigeert, dat we een correctie zien van, laten we zeggen, 250 punten, dat we hier ergens steun gaan vinden. En als we hier ook weer onze meettool pakken, kijk, dan is dat dus minder dan 45-50%. Dus het zou zelfs in deze regionen kunnen zijn, maar idealiter zeg maar hier, waar we dus al die overlap van koersen hebben, dat we daar dus terechtkomen en dat we daarna een nieuwe beweging omhoog gaan starten. Nou, moet je wel het pijltje pakken. Hier, dat we daarna een nieuwe beweging omhoog pakken. Dat is in principe nu het scenario wat ik voor ogen heb voor de Dow. Omdat ik dus hier zie dat deze cycle duidelijk een heel ander karakter heeft. Die is duidelijk veel meer bullish van aard dan al die cycles in deze daling. Die hebben elke keer weer een snelle top gemaakt. En hier zie je dat de top duidelijk veel later ligt. En een late top geeft dus aan dat de cycle dus bullish is. En dat zou dus, zoals gezegd, impliceren dat wij dus op hogere schaal hier duidelijk een impulsbeweging hebben en geen impulsbeweging meer naar beneden. Nou, dus dat is een beetje het scenario voor de Dow, waar we dus even moeten kijken hoe ver gaat nu eventueel die correctie en wat gaat die de komende 2 dagen daar doen. En als we inderdaad binnen nu en 2 dagen zeg maar hier een keurige test zien en we zien hier een bodem, dan zou je daar inderdaad zelfs speculatief long kunnen gaan. Nou, voor de daytraders zou eventueel, voor de daytraders zou eventueel een short positie hier mogelijk zijn, dat je zegt ik speel op die daling hier van deze cyclus in. Maar goed, dat is buiten de scope van deze vlog. Want dan moet je ook naar kwartiercharts kijken en eventueel zelfs 5 minuten entries. En dat is dan net even iets te ver van te veel van het goede. Gaan we dan naar de DAX. Bij de DAX heb je natuurlijk een beetje een vergelijkbaar scenario. Want stel dat de Dow een weekcyclusbodem gezet heeft, dan zou het heel goed kunnen dat ook de DAX een weekcyclusbodem gezet heeft. Want de bodems, dus dagcyclusbodems, weekcyclusbodems, die lopen vrij synchroon in de US en voor de DAX. Nou, hier zie je dus ook weer de bodem in de DAX. Dit is dus de vorige dagcyclusbodem. Nou, we doen hier 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 bars. Dus dit hier is net de nieuwste, de lowest low. Die ligt net iets lager dan deze. En normaal gesproken zou je dus zeggen, nou, dat is de mid-cycle low. Daarna krijg je dus een correctie. En daarna krijg je dus nieuwe lows. Nou, dat is in principe het beeld wat je normaal, als je naar dit plaatje bekijkt, hier zou zien. En in de DAX lijkt dat vooralsnog ook te kloppen, puur als je kijkt naar het patroon. Want we zien in tegenstelling tot de Dow dat dit is erg rommelig. Je ziet hier gewoon duidelijk naar boven toe probeert de markt te komen, wordt weer verkocht. Naar boven toe, je ziet overlap. Dit is duidelijk minder impulsief van karakter dan in de Dow. Maar zoals gezegd, als de Dow een weekcyclusbodem maakt, dan kan ik me niet voorstellen dat de DAX, terwijl de Dow dus dan niet daalt of veel minder daalt, dan dat de DAX dan wel weer nieuwe lows maakt. Maar goed, we zullen zien. Want ook hier willen we dan in principe een vergelijkbaar beeld zien. Kijk, wat zien we dus hier? We zien hier dus rechts de 8 uur chart. Dus hier zien we dus dat elke dagbar bestaat uit 2 van de 8 uurs.
normaal gesproken 2-7 uur bars, want de DAX is tussen 8 en 22 uur open. Maar 8 uur is weer mooi deelbaar in 4. En wat zien we nu? De huidige 8 uur cyclus zit in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in de 8e bar. Nou, normaal gesproken zeg je dus, zolang we niet boven deze high komen, is alles nog bearish. Bij de Dow zitten we er vlak tegenaan, bij de DAX zit er nog wat ruimte. Dus we gaan ook hier eens even kijken. Hoe zit het dan met de onderverdeling? Want wat zoeken we nu eigenlijk? Kijk, hier zie je dus links de dag. Dit is dus de 4 uur grafiek. Dus de 4 uur grafiek betekent dus dat twee hele cycles in de 4 uur maken één hele cycle in de 8 uur. En 4 cycles van 4 uur maken dus eigenlijk een hele dagcyclus. Nou, dus we hebben hier 1 cycle, 2 cycles. Dat is dus een hele 480. En nu willen we uiteindelijk zien, waar zitten we nu? Nu zitten we dus op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dus deze 4 uur cyclus heeft dus de top vooralsnog gezet op de 16e bar. Even checken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hier, deze top. Nou, 16 is naar mijn weten rechts van het midden. Dat betekent dat deze 4 uur cycle, net als bij de Dow, bullish is. Want de top ligt vooralsnog rechts van het midden. En dat in tegenstelling tot eerdere cycles die heel duidelijk, kijk, ik zal het even laten zien, die heel duidelijk een top heel vroeg lieten zien. Bodem, top, bodem, top, bodem, top, bodem, top. Nou, dus hier zien we ook, net als bij de Dow, een ander karakter. Ergo, dit lijkt dus een impulsieve en een bullish cycle. En als het een bullish cycle is, dan hebben we dus duidelijke aanwijzingen dat die bodem mogelijk een dagbodem is en dan dus ook een weekbodem. Nou, wat willen we hier nu dus zien? Een beetje vergelijkbaar. Qua telling zit je nu dus op 17 bars, dus de top zit hier relatief dichtbij. Nou, dus we kunnen hier nog even inzoomen. Ik zet nu even links de 4 uur grafiek, zo. En rechts de 2 uur grafiek. Nou, en hier zie je ook heel goed, dus links de 4 uur grafiek, 17 bars. En je ziet keurig hier, hier is de low, hier is de 120 bodem. Dus twee cycles van 120 maken eentje van 240. Dat is de wet van de proportionaliteit. Je kunt hem mooi door twee delen. En we zien nu dus de tweede van 120 noteert nu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bars. Dus wat zien we hier? Dit hier, dit is dus eigenlijk de mid-cycle low van 120. Oftewel, we zitten nu in potentie in de laatste 60 van de 240. Nou, dus hier zien we de 60. Dus we zien hier 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles. We zitten nu in de laatste 60 van de 240. Dus wat willen we zien voor een top? Dat we bijvoorbeeld nu onder die 11.400 komen. Dat zou voor mij het teken zijn dat zeg maar, de top in de 240 is gezet. Maar wat willen we nu zien als bevestiging, zeg maar, dat er sprake is van een impuls, dus van een duidelijke bodem op hogere orde. Nou, een beetje vergelijkbaar met de Dow. Je wilt dus niet zien dat die hier naartoe gaat. Als deze beweging dus inderdaad een eerste beweging omhoog is, met impulsief karakter, dan wil je dus zien dat de correctie nu, in deze huidige cycle, dat die dus relatief matig is en dat we dus maximaal niet verder komen dan 11.200. Hoe kom ik aan die 11.200? We kunnen dan hier onze tool pakken. Kijk, 45, 50%
is zeg maar deze zone, 65% is deze zone. Dat is eigenlijk het maximaal toegestane bereik. Als die verder komt, dan is de correctie feitelijk toch wel groter dan toegestaan in een bullish cyclus. Dus dit is zeg maar het maximale, ergens tussen zeg maar 11.350 tot 11.200 en je wilt daarna eigenlijk een vrij snelle hervatting zien van die opwaartse beweging. Dus ik denk dat we nu, gezien de links, de 4 uur cycle, 17 bars, dat we mogelijk hier inderdaad met topvorming te maken hebben. Je ziet ook dat we hier in een interessant gebied zitten. Kijk, dat is in potentie hier allemaal weerstand. Hier, kijk, die hele zone is in potentie allemaal weerstand. Nou, we poogden er dus vanochtend even uit te breken. Dat lijkt dus nu hier te mislukken. Dat zie je hier. En zoals gezegd, onder de 11.400 wordt dat feitelijk bevestigd. En dan zou je dus een correctie kunnen inzetten. En dan moet je dus kijken hoe ver gaat die. 11.300, 11.200. Dus voor daytraders liggen daar mogelijk kansen aan de shortkant. Voor swingtraders die dus inzetten dat dit dus een nieuwe dagbodem is. Hier, deze low. Liggen hier dus inderdaad mogelijk dan longkansen. Als inderdaad in de komende 1 tot 2 dagen de correctie zeg maar in deze zone keurig zou gaan bodemen. Dus dit is een beetje de test waar ik nu naar zit te kijken. En ook hier geldt dan, als we hier even de weekgrafiek pakken, wat zou er dan kunnen gebeuren? Kijk, als dit inderdaad hier de weekbodem is, wat zijn dan een beetje de relevante targets? Nou, kijk, dan kun je zeggen, kijk, dit is een belangrijke zone hier geweest. We hebben hier natuurlijk elke keer die grote swing looppunten hier. Dus 1, 2, 3. Dus die 11.800 is in principe een eerste target waar je naartoe zou kunnen werken. Dus stel inderdaad op 11.3, 11.2 bodem de markt. Je vindt daar een punt van entry in de longkant. Ligt eigenlijk 11.800 is mogelijk een target om je longs een eerste voordeel te gaan sluiten. En ja, wie weet breekt de dag hier wel hoger. Maar dit zou in principe een interessant scenario kunnen zijn. Dus dit herstel tot dit punt. En vervolgens een hervatting van de daling. Maar goed, dat zien we dan wel op het moment dat het zover is. Nu dus even de geschetste scenario's. Dus nogmaals, alles is nog bearish. Wat je dus nu wilt zien, zoals gezegd, is een matige correctie die niet verder gaat dan maximaal 11.200 en die zeker niet bestaat uit hele grote rode bars, die dus een beetje overlappend karakter heeft. Je ziet het ook al een beetje in de cycle hier. Kijk, die double stochastics heeft hier zijn eerste cycle gemaakt, lijkt hier dus een tweede top te hebben gezet. Dus ik ga ervan uit dat we in de komende 2 dagen nog wat druk gaan zien op de koersen, dat dit ook waarschijnlijk de top is geweest van die eerste, links van die eerste 4 uur cycle. Maar aangezien deze dus bullish is, dat we dus normaal gesproken een normale en een relatief matige correctie gaan zien. En als het inderdaad het geval is, dan probeer ik in deze zone hier die bodem van de 2 uur, en dat zal dan ook de bodem van de 4 uur zijn, om die aan de longkant op te pikken voor een swing trade van mogelijk weer 3 tot 4 dagen. Maar dan is het waarschijnlijk al een maandag of dinsdag. Dus dan zal ik er TZT zeker op terugkomen. Nou, laten we dan als laatste dan de Bund nog pakken. Dit is de Bund. De Bund zit aan het einde van de dagcyclus. Dat hadden we gezien. En we hadden ook die onderverdeling gemaakt. Dit was zeg maar op 5 oktober de bodem. We zien hier die mid-cycle low, dat M-patroon in die korte double stochastics. Hier waar die 480 staat, dat is dus die mid-cycle low. En als we nu kijken waar staan we nu, dan tellen we nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bars. Nou, het lijkt erop dat die double stochastics mogelijk nog wat ruimte naar beneden heeft.
Dat is één. Dus we kunnen nog niet zeggen dat de dagcyclus bodemgezet is. En als we kijken naar die 480, dus zeg maar de helft van de dagcyclus, dan staat die nu op 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nou, dus als je ervan uitgaat dat die 20 bar stelt, gemiddeld, dan zou je ervan uit kunnen gaan dat we misschien nog 1, 2 dagen aan potentiële daling hebben. En dat we inderdaad dan in die zone komen, hier die ik al eerder markeerde, zeg maar 159, 50, maximaal 159. Dat zou een interessante zone zijn waar we dan ook mogelijk weer aan een longpositie kunnen denken, omdat deze dagcyclus duidelijk een bullish karakter heeft. Nou, als we ook hier even naar de onderverdeling gaan kijken. Dus hier zie je de dagverdeling in de 240, dus hieronder waar 480 staat, dat is tevens ook de dag. 1, 240 cycle, 2, 480, dus dat is die 480, de mid-cycle low. Dit is de derde en we zitten nu in de laatste 4 uur cycle eigenlijk. Dus je hebt in principe 4 cycles van 4 uur. Dus 4 cycles van elk 20 4 uur bars. En als je nu kijkt, dan zouden we nu op 2, 4, 6, 8... Nou, 9 bars zitten. Ergo, ik zet hier even links de 4 uur. En hier rechts dan de 2 uur. Kijk, hier zie je dus de onderverdeling. Dus dit is de laatste 4 uur cycle. En dan zou het dus heel goed kunnen zijn dat we dus nu ergens hier en 120 en 2 uur cycle bodemen. En dat we dan nog heel eventjes wat kunnen herstellen. En dat we dan de laatste 120 zetten, die dan zeg maar ook de dagcyclus markeert. Dus ik wacht hier eigenlijk nog op een laatste 120 cycle. Dus voor daytraders zitten hier in potentie nog shortkansen. Swingtraders, die zeg maar de grote lijn volgen, daar adviseer ik dus om de komende 2 dagen in potentie nog even af te wachten voor een long trade, tenzij we in de dag nu een hele duidelijke omkeerbar zien die boven de high uitkomt van de huidige bar. Dus zeg maar boven 160.30. Maar zoals gezegd, ik ga er in principe vanuit dat deze dalende fase van de dagcyclus nog heel even wat kan aanhouden. Tot 151.50 of iets daaronder.